Hoi, leuk dat je kijkt. In de video van vandaag ga ik jullie laten zien hoe je meerdere keren gebruik kan maken van een bubble barn van Lush. En de bubble barns van Lush die zorgen ervoor dat je bad heerlijk gaat schuimen en natuurlijk heerlijk gaat ruiken. In deze video gebruik ik de Comforter en ik heb hier al een keer een review van geschreven op mijn site. Die zal ik hieronder ook even linken. Dus mocht je willen weten wat erin zit, hoe die ruikt, hoe die werkt enzovoort, dan kan je daar even op klikken. De bubble bars van Lush die zorgen voor een heel lekker en schuimend bad met een heerlijke geur. En ik heb een trucje ontdekt waarmee je nog meer schuim kan krijgen met maar een heel klein stukje van zo'n bubble bar. Dus dat trucje wilde ik heel graag met jullie delen. In deze video gebruik ik Lush de Comforter en zoals je ziet is het een hele grote bubble bar. Kijk, zo is mijn hand. Ik heb vrij grote handen en hij is ook nog eens heel erg dik. Dus hier kan je super vaak mee doen. Ik kocht deze voor €6,95, dus bijna €7, wat aardig aan de prijzige kant is. Maar je kan hier ook gewoon heel erg vaak mee doen, als je dus het trucje gebruikt wat ik nu ga laten zien. En het leek me gewoon heel erg leuk om dat met jullie te delen. En ja, ik hoop dat jullie wat aan hebben. Je hebt er niet heel veel voor nodig. Je hebt een bubbelbar nodig, een mesje, een plastic zakje waar je de bubbelbar in gaat doen die je niet gaat gebruiken, om het zo te bewaren. En een oude panty. En dan gaan we maar snel aan de slag. Je begint natuurlijk met je bubbelbarn. En Lush heeft heel veel verschillende soorten bubbelbarns. En ik heb deze gekozen, Lush de Comforter. En dit is gewoon een hele fijne grote bubbelbarn. En het eerste wat je doet is even je bubbelbarn op iets leggen. Ik heb gewoon het zakje van Lush gedaan. En dan ga ik snijden. En dat zakje dat zorgt ervoor dus dat alle kruimeltjes op het zakje vallen. En ik snij deze bubbelbarn in 9 stukjes. En ik doe al die stukjes in het zakje van de IKEA. Dat is zo'n Ziploc zakje. Dus zo blijven de stukjes die ik nu niet gebruik, die blijven gewoon goed. En ziet het er niet heerlijk uit. En nu gaan we aan de slag met de panty. Je kan de panty kapot knippen, maar dat doe ik niet. Ik hou de panty heel en ik gooi gewoon het blokje in de panty. En ik zorg dat het blokje in de voet van de panty zit. Vervolgens gaan we de panty aan de kraan binden. Het ziet er een beetje gek uit. Maar je moet eigenlijk voor zorgen dat het blokje bubbelbarn dat precies onder de kraan zit. Dus dat al het water langs de bubbelbarn loopt. En doordat de bubbelbarn dus elk water opvangt, maar zelf niet in het bad valt, wordt gewoon alles geactiveerd om schuim te maken. En het geeft gewoon een heerlijk roze met schuimend bad. Want met het kleine stukje wat ik nu gebruik heb ik meer schuim dan dat ik de helft van de bubbelbarn onder de kraan verkruimel. Dus je krijgt meer schuim met minder product. En dit was mijn uitleg van het trucje dat je een bubbelbarn 9 keer kan gebruiken. En dan ook nog meer schuim hebt. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je er wat aan hebt gehad. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, te reageren en te liken natuurlijk. En dan zie ik je gewoon de volgende keer weer. Doeg!